tussendoor voor alle fans die nog steeds zitten te wachten op Johan Gielen met zijn programma Lift Off. Dat programma dat zal volgende week weer plaatsvinden. En dat natuurlijk vanwege Defcon 1, dat begrijp je. Back. 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 Back.
Switch that.
Oh, I'm sorry, I had the turntable at the wrong speed. Want to try it again? Gentlemen!
raving areas on the beach. DEFCON 1 Festival. Just for a short while. It's a fine day. People open windows, live in their houses. Just for a short while. Y'all need to come correct, right? It's going to be a fine night tonight. Fine. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine night tonight. La 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 dee. Bow, 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 bow
brother. I'm the one and only dominator. Singer and folder and rapper and topper. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. Baby, hasta
Die Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Die Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet.
right. I want you to clear the stage. We would like to thank you. Thank you. Thank you. Please exit from the back. Ladies and gentlemen, give it up for the dancers. Some fine ass females that did this shit. Doe mij maar een Magnum, 4 Cornetto Soft en een Ola Summer Ticket Around the World. Hierop eten. Summer is coming. Koop nu een Ola ijsje en wie weet reis jij met 3 vrienden de zomer achterna met een Ola Summer Ticket Around the World. Of maak kans op duizenden prijzen van Vodafone, AT&T en H&M. Kijk snel op ola.nl. Ola, serious fun. Here are the results of the best summer improvement competition 2003. Third place goes to the unsinkable anchor. Second place goes to glow-in-the-dark deodorant. Oh! And the number one best summer improvement 2003 is Bacardi Breezer Ruby Grapefruit. Bacardi Breezer Ruby Grapefruit, number one summer improvement 2003. Riverdance 2003, Saturday the 21st of June, Nieuwegein Zuid, the ultimate outdoor beach festival with the best DJs, live acts and a great party atmosphere. Come and enjoy the biggest outdoor beach party with many, many other party people. Riverdance, Saturday the 21st of June. Check out riverdance.nl. Tom Harding, Dana, Michel de Heij, Lucien Voorn and Marco V. Powered by V8. Stay tuned to ID&T Radio for another 60 minutes of continuous, non-stop dance music. And now, the news. Goedenavond, dit is het Novum Nieuws. Ik ben Take Lichteringen. Erika Terpstra is kandidaat voor het voorzitterschap van NOC-NSF. De positie is vakant nu Hans Blankert heeft besloten op te stappen. Terpstra, Tweede Kamerlid van de VVD, was in het verleden staatssecretaris van Sport en kreeg daarom van verschillende kanten het verzoek zich kandidaat te stellen. Als ze wordt gekozen, zal ze haar Kamerlidmaatschap opgeven. Er zijn op dit moment nog geen tegenkandidaten. Rebellen in Liberia hebben het aftreden van president Charles Taylor als voorwaarde gesteld voor een staakt het vuren. Een door de Amerikanen geleide vredesmacht zou daarna moeten toezien op naleving van de wapenstilstand. De rebellen vinden de president onbetrouwbaar en willen dat hij binnen 10 dagen vertrekt. Een regeringswoordvoerder noemt de eis absurd. De Iraanse politie heeft een onbekend aantal militante volgelingen gearresteerd van de Iraanse geestelijk leider, Ayatollah Khamenei. Ze worden verdacht van een serie aanvallen op universiteitscampussen in Teheran, waarbij meer dan 50 studenten gewond raakten. Tot de arrestaties is besloten onder druk van hervormingsgezinde politici. Het is al enige dagen onrustig in de Iraanse hoofdstad, waar studenten demonstreren tegen het fundamentalistische regime in hun land. Ralf Schumacher start morgen vanaf pole position bij de Grand Prix van Canada. Hij krijgt op de eerste startrij gezelschap van zijn teamgenoot Juan Pablo Montoya. De Ferraris van Michael Schumacher en Rubens Barrichello kwamen niet verder dan de 3e en 5e tijd. Jos Verstappen reed zijn beste kwalificatierace van het seizoen. De Limburgse Minardi-coureur werd 15e. Kimi Räikkönen raakte in een spin en moet morgen vanaf de laatste positie starten. Het weer. Van tijd tot tijd zon en in het zuidoosten een enkele bui. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 10 en bestaat kans op een mistbank. Morgen is er veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur kan oplopen tot 24 graden. Dit was het Novum Nieuws. Turn on. Tune in and find out. ID&T Radio. And now, for another
selected by IDNT. DEFCON 1 Festival. More than 45 of the hardest DJs and live acts from around the world. DEFCON 1 Festival. En je bent terug op het Almere strand voor DEFCON 1 2003, de eerste editie. En meteen ook uitverkocht. 25.000 man die nu nog lekker staan te knallen hier terwijl de zon is ondergegaan. Maar de sfeer blijft voorlopig nog wel eventjes. En dat is toch opvallend, want als je bedenkt dat een jaar of twee geleden, dan misschien vorig jaar nog wel mensen riepen massaal van nou, dat hardstyle dat is toch wel een beetje voorbij, dat gaat niet meer terugkomen. Is dat toch eigenlijk het tegendeel bewezen is? En daarover ga ik even praten met Eerval van Ewijk, die is van RD&T natuurlijk. En die is een hardstyle kenner bij uitstek eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Je komt ook lekker hard binnen, Eervan, dat gaat allemaal goed. Ja, ik zou in het rood springen, ja. Maar hoe kan dat, denk je? Want inderdaad, een jaar of twee geleden hadden we het echt allemaal een beetje afgeschreven. Ja, kijk, je ziet sowieso dat harde stijlen, ook hardcore vooral, erg aan het ontwikkelen is. Hardstyle vind ik muzikaal een... je ziet er gewoon parallellen met de hardcore van 8 jaar geleden. Ja. Die hele populaire stroom, brede stroom, jonge, nieuwe aanhangers. En het festival is een bewijs van. Dat lijkt me wel. Hey, en als je het nou even doortrekt naar inderdaad die hardcore van 1 jaar of 10 geleden. Wat zijn er allemaal voor overeenkomsten te zien? Want ik zie niet veel kale mensen. Dat is dan ding wat ze achterwege hebben gelaten. Nee, hardstyle is ook veel meer crossover tussen de trends waar we vol van zaten 6 jaar terug. En dat, op een gegeven moment vermoeit dat, denk ik. En als je thuis komt en je moeder staat een trendsnummertje mee te neurien, dat het er snel over is. Dat is niet meer cool natuurlijk. Maar sowieso geeft het ook, op een gegeven moment is een muziekstroming uitgehold gewoon. Dan hangt het van gimmicks aan elkaar. En dan zijn er gewoon heel veel mensen die veel slechte dingen op de markt brengen. En daardoor wordt de muziekstroming uitgemergeld. En dan zie je net als bij hardcore dat het dan even weg is. En met hardstyle is dat misschien al gewoon gebeurd voordat het mis zou gaan, zeg maar. Een soort van tweede golf krijgt, waardoor je meer ontwikkeling hebt, meer verdieping en dus ook meer mensen die het aanhangen eigenlijk. Is het een blijvertje, denk je, dat DEFCON 1 en dat de hardstyle events in het algemeen op deze manier? Dit kan niet meer stuk natuurlijk. Wat een echt een prachtig feest. Oké, nou dan als ik je toch naast me heb staan, dan moet ik natuurlijk een onvermijdelijke vraag. Thunderdome gaat ook weer komen, geloof ik, hè? Mm-hmm. Wanneer gaat dat gebeuren? 25 oktober. Dat hebben we afgelopen woensdag tijdens de uitzending bekendgemaakt. Ja. 25 oktober, ik vertel nog niet waar. Alleen maar wanneer, want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja, precies. Het is makkelijk te bereiken, zeg maar, voor iedereen. Dus echt groot, 15.000, 20.000 mensen misschien wel. Dus, zodra de line-up en dat soort dingen bekend gaat worden, dan heb ik je denk ik in de uitzending. Automatisch, we hebben nog zoveel, Mysterylands en zo. Precies. Hey, jij gaat denk ik zelf nog even feesten hier zo? Ja, nog even. Is er nog iets speciaals waar je naar gaat kijken of zeg je van ik ga nog even gewoon even overal naar binnen? Ja, ik ga in de hardcore stijl. Oké dan. Hardcore stijl dus. Hè. Ik had ook niet anders van je verwacht. De zwarte tent. Eervan, veel plezier nog en we spreken elkaar snel weer. Zeker. Wij gaan nog even terug naar de main stage. De rode podium, zeg maar. Ja, zo moet ik dat zeggen. En daar staat nog steeds Super Marco mee. Dit is RD&T tot 11 uur nog DEFCON 1 en daarna The After Party alleen op RD&T. Motherfucker.